Hi, Mieke Maat hier van Wakker Worden. Met vlog nummer 219. De vlog waarin je alles leert over stress en burn-out. In deze video wil ik je graag iets vertellen over de fase waar je doorgaat bij het herstel van burn-out. Herstel van burn-out heb je natuurlijk niet 1, 2, 3 voor elkaar. Je bent ook niet 1, 2, 3 burn-out geraakt. Dus je hebt het ook niet zomaar ineens opgelost. En het herstel verloopt via verschillende fasen. En de eerste fase die je doormaakt bij herstel van burn-out, en die echt een hele belangrijke is en noodzakelijk is, is de acceptatiefase. Om te kunnen herstellen van burn-out is het nodig dat je accepteert dat je burn-out bent. Zolang je niet kunt accepteren dat je burn-out hebt, of bent, kun je niet beginnen met het herstel van jouw burn-out. Ik vergelijk het eigenlijk altijd zo. Op het moment dat jij je navigatie instelt en je bepaalt de gewenste bestemming, dan gaat jouw navigatie een route berekenen om van A naar B te komen. Maar als jouw navigatie niet kan vinden waar je op dit moment bevindt, kan die nooit beginnen met een route te berekenen. Dus het is nodig om te herkennen en te erkennen waar je je nu bevindt. Dat is het accepteren van jouw burn-out. Praktisch gezien betekent het dat zolang jij niet accepteert dat je burn-out bent, blijf je eigenlijk ertegen vechten, blijf je in verzet ertegen. En vechten en verzetten kost energie, levert stress op en dus ben je eigenlijk het probleem nog steeds aan het verergeren en kun je niet herstellen. Dus de eerste fase, acceptatiefase, is een hele belangrijke in het herstel van, in het hersteltraject van jouw burn-out. De tweede fase is de stabilisatiefase. Op het moment dat jij hebt geaccepteerd dat je burn-out bent, dus dat je op punt A bent en je hebt bepaald waar je naartoe wilt, kan er rust komen in jouw systeem. Jouw lichaam is volledig uitgeput bij burn-out. Je hormoonsysteem, je hormoonstelsel ligt overhoop. En het is nodig dat je lichaam tot rust gaat komen, dat je lichaam gaat herstellen. Vaak wordt burn-out gezien als een psychische ziekte, als een psychisch probleem. Maar er zijn ook stromingen waaronder waar ik toe behoor, die zeggen: burn-out is een biopsychosociaal probleem. Dat betekent, het is zowel lichamelijk als psychisch. En eerst zal het lichaam moeten herstellen om verder herstel voor elkaar te kunnen krijgen. Je bent zo uitgeput, je hormonen liggen zo overhoop, dat er eigenlijk maar heel weinig doordringt. Hè. Je concentratievermogen is verminderd. Je hebt een veel korter lontje. Dus het is belangrijk om eerst fysiek weer tot rust te komen, te herstellen. Dat is waar in de stabilisatiefase de aandacht op ligt. Om dat lichaam weer op orde te krijgen. Om rust te krijgen in het systeem, zodat je weer volgende stappen kunt gaan maken. En de volgende stap is de activatiefase. En kort gezegd, het is nodig om dingen in je ritme en in je leven aan te gaan passen, om niet weer steeds op dezelfde plek uit te komen. Meneer Einstein heeft gezegd ooit: een actie herhalen en een ander resultaat verwachten, dat is een teken van waanzin.
Dus het is echt nodig om dingen aan te gaan passen. Anders zul je steeds weer op diezelfde plek uitkomen, namelijk in een burn-out. In de activatiefase ga je kijken naar, oké, maar wat valt er dan aan te passen in mijn leven? Hoe kan ik dingen anders aan gaan pakken om te zorgen dat ik grondig, duurzaam en blijvend herstel en werk aan een gezond, gelukkig en stressvrij leven? Dus dat is de derde fase. En de vierde fase is de integratiefase. Dus die dingen die je hebt geleerd in de activatiefase. Een leerproces heeft gewoon even tijd nodig. Hè? Je bent niet meteen meester in dat wat je nieuw leert. Op het moment dat iemand ergens heel goed in is, dan zitten daar uren en uren oefening in. En dat is wat er in die integratiefase gebeurt. Dus de nieuwe dingen die je leert, die ga je echt leren integreren in je leven. En op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dan ben je eigenlijk gewoon weer goed hersteld van je burn-out. En kun je er weer lekker tegenaan en gaan genieten van hoe mooi het leven eigenlijk is. Ik hoop dat deze uitleg over welke fasen je doorgaat je een beetje houvast heeft gegeven op het moment dat jij nu in een burn-out zit. Mocht je er vragen over hebben, kun je natuurlijk altijd even contact opnemen via de website www.wakkerworden.nl. Als je daar kijkt, hebben we een toolspagina en op die tools staan in de verschillende fasen ondergedeeld ook een aantal tools die je kunt inzetten om dat herstel te bevorderen en die ondersteunend zijn in dat proces. Dus kijk gerust eventjes rond. Mocht je deze informatie nou interessant hebben gevonden, doe dan even een duimpje omhoog. En mocht je vaker dit soort video's willen ontvangen, abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Dan blijf je altijd op de hoogte van alle ins en outs over stress en burn-out. Ik dank je wel voor het kijken en ik wens je een fijne dag. Tot de volgende video. Doei doei!